Laten we het eerst gaan hebben over werken. Want werken moet lonen, dat vinden we allemaal. Maar soms hou je er echt verdomd weinig van over. Pieter Omtzigt kwam deze week tijdens de algemene beschouwingen met een rekenvoorbeeld. Dat als je alleenverdiener bent en je verdient 37.500 en je gaat 10.000 euro extra verdienen, dat je daar 900 euro van overhoudt. Je betaalt 9.000 euro belasting en je haalt 900 euro over. Op een marginaal tarief van 90%. Is dat de definitie van werken moet lonen? Nou, nee, natuurlijk. Dat is ook een heel uitzonderlijk geval. Maar toch, er zijn veel meer rekenvoorbeelden. Dit is wat Arjen Lubach uitrekende over iemand die gewoon dubbel zoveel gaat werken als hij nu doet. Stel, je bent een alleenstaande ouder. Je werkt 20 uur per week en verdient daarmee 1600 euro per maand. Je betaalt dan nauwelijks belasting, maar je krijgt wel heel veel toeslagen, waardoor je netto 2629 euro per maand hebt. Maar kijk wat er gebeurt als je voltijd gaat werken, dus twee keer zoveel. Dan werk je 40 uur, verdien je 3200 euro per maand. En dat klinkt goed, maar dan betaal je veel meer belasting en je krijgt veel minder toeslagen. En daardoor hou je per maand maar 3196 euro over. Dat is dus twee keer zoveel werk voor maar 22% meer geld. In die extra uren die je werkt, verdien je een netto uurloon van 6,60 euro. Dat is de helft van het minimumloon. Annemarie van Gaal. Ja, ik kan er nog wel 10 andere rekenvoorbeelden bijgeven. Annemarie van. Extreem voorbeeld. Nee, dit is gewoon zoals het gaat. Nee, het is echt, het is te erg. We hebben er gewoon zo'n ingewikkeld zootje van gemaakt met alle toeslagen, regelingen, heffingen. Je ziet door de bomen het bos niet meer, maar niemand. Ja. Jij strijdt hier al jaren tegen. Oh, jij zegt al jaren van maak het nou wat eenvoudiger. Oh, 10 jaar geleden ben ik al bij Frans Wekers op de deur gaan kloppen. Toen de staatssecretaris, ja. Nee, het is gewoon. En in de Tweede Kamer heb ik presentaties gegeven over in de praktijk wat er gebeurt met al die toeslagen. En in wat voor problemen mensen komen. Ja, nou, we hebben nu natuurlijk de kinderopvangtoeslag gezien. Wat een ellende het kan veroorzaken. Maar het is. Het is toch ook gewoon, als je erover nadenkt, dan is dat toch ook gewoon van een samenleving. Hoe hebben we dit kunnen doen? Want ik bedoel, het is toch niet zo dat de zorgtoeslag, bij wijze van spreken, naar de zorgpremie gaat. En dat de huurtoeslag naar de woningcoöperatie gaat. Dat gaat allemaal op de grote hoop. Alles komt op de grote hoop. En als de kinderbijslag echt naar de kinderen ging, hadden we toch die schoolontbijtjes niet nodig. Ik bedoel, het is. En inmiddels krijgen 6 miljoen gezinnen in Nederland, dat is echt de overgrote meerderheid, krijgt een vorm van toeslagen. En daar heb ik kinderbijslag nog niet eens meegerekend. Precies, en heb je het alleen daarover. Ja. Ja. En dat is 20 miljard per jaar. Dus we hangen met z'n allen aan dat infuus. Precies. En de vraag is nu. Het is de grootste demper op ambitie van Nederland. En jij zegt, schaf ze allemaal af. Zelfs de kinderbijslag. Allemaal afschaffen. Ja, want kinderbijslag ook. Natuurlijk zijn er gezinnen die het nodig hebben. Maar het gaat ook bij gezinnen die er geen boterham meer of minder. Toen ik uit Rusland terugkwam, dan was ik dus 11 jaar in Rusland met 2 kinderen. Bedrijf voor heel veel geld verkocht. Kom terug in Nederland. Ik krijg kinderbijslag. Hartstikke succesvol. Ik denk, hè? Ik? Kinderbijslag? Moet je dus voorstellen. Hè? Dan ben je dus, kom je uit buitenland, kom je hier binnen. Ik denk, nou, dat kan niet waar zijn. Dus ik heb een brief gestuurd naar de Sociale Verzekeringsbank. Van ja, jong, ik wil dit niet. Kan niet, hè? Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, ze hebben het ook stopgezet bij mij. Dat is wel, dat is gelukt. Ja, ik dat heb geen kinderbijslag gekregen. Okay, nou, goed. In bijna alle verkiezingsprogramma's. Maar het geeft aan hoe idioot het is. Ja, oké, maar in bijna alle verkiezingsprogramma's van de afgelopen jaren, ook nu weer, in het regeerakkoord, staat alleen maar afschaffen die toeslagen. Dan komt iedereen met andere oplossingen. Precies. Maar iedereen wil er vanaf. En wat gebeurt er? Ze verhogen het. Ja, want er dreigen meer mensen onder de armoedegrens te komen. De politiek netjes dat ze daarop ingrijpen. Wat doen ze? Huurtoeslag wordt verhoogd. Hoe noem je dat? Kindgebonden budget wordt verhoogd. Nou, en dat vind ik eigenlijk de grote makke van het politieke beleid op dit moment. Dat we gewoon, we plakken pleisters. En ook bij de politieke beschouwingen zie je ook weer, we verdelen de taart. Maar we moeten juist nadenken, hoe maken we deze taart groter? Want we hebben een heel bijzonder welvarend land. Maar we kunnen nog veel beter worden. Okay, maar dan hebben we een beter leven en een betere samenleving. Ja, dat wil iedereen. Maar eerst eventjes hoe we hierin terecht gekomen zijn en hoe we er ook weer uit kunnen komen. Want het kabinet deed het ook. Hè? 2 miljard extra naar mensen die het moeilijk hebben. Allemaal terecht, maar via de toeslagen. Ik kan het niet nog meer eens zijn met het verhaal van mevrouw Van Gaal. En dat maakt inderdaad, want u zei net al, het is zo complex opgebouwd. En dat is niet alleen supercomplex
voor de mensen zelf die daarmee te maken hebben. Mm-hmm. En de angsten die erbij komen als ik nou net een keer iets verkeerd doorgeef. Of te vroeg of te laat. Dat is enorm stress. Ja, okay. Maar tegelijkertijd is het zo complex dat als je nu in één keer bijvoorbeeld zou afschaffen. Nou, dan heeft het zo'n impact op de koopkracht van mensen. Van al die miljoenen mensen die daarvan afhankelijk zijn. Je kan niet in één keer dat geld wegnemen. Dus dat gaat niet. En als je dan inderdaad kijkt naar de afgelopen tijd. Waarbij we hebben geprobeerd. Oké, kan je dan de kinderopvang zo bijna gratis of gratis maken voor mensen, zodat je die toeslag niet nodig hebt. En dan kwamen we weer achter andere problemen. Dat je die mensen niet hebt die in de kinderopvang kunnen werken voor die stijgende vraag. Dus je moet dat op een goede manier gaan inrichten. En op dit moment, als je mensen gericht wil helpen die bijvoorbeeld onder de armoedegrens vallen, dan is dit dan de manier. Maar daar heeft mevrouw Van Gaal gelijk in. Maar zo komen we er toch nooit vanaf. Dus we moeten uit deze vicieuze cirkel. En er zijn allerlei plannen voor, ook in ons programma en andere programma's. En ik hoop echt dat we daar echt werk van gaan maken. Want anders blijft het alleen maar zo doorgaan. En dat moet je niet willen. En we moeten ook een onderscheid maken tussen werken en niet werken. Want mensen die echt niet kunnen werken, weet je, verhoog dan de uitkering. Zorg dat ze niet in die stress raken met al die bedoel, wij kunnen het wellicht begrijpen, weet je, hoe je die ook omdat we bandbreedte in ons hoofd hebben. Maar het is in Nederland zo ongelooflijk lastig om in armoede te zijn. Omdat de wereld veel te ingewikkeld is. En om er weer uit te komen, je hebt daar, ik weet niet hoeveel tv-programma's over gemaakt, boeken over geschreven. Mensen bedoelen het niet slecht, maar als ze eenmaal dat putje ingaan, dan zijn ze vreselijk, verloren. Vreselijk. Maar goed, dus wat ik dan? Vind ook dat, dat het minimumloon, een goede uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Het minimumloon moet natuurlijk omhoog. Alleen je kunt dat niet loszien van het opheffen van de toeslagen en allerlei andere regelingen. Dus gewoon meer betalen voor werk, weg met die toeslagen. Je hebt ook volgens mij was geschreven van een extra bonus per gewerkt uur. Natuurlijk, ja. Dus precies daarom het omgekeerde van wat Arjen Lubach liet zien. Ja. Nee, want wat ik zeg, we moeten die taart groter maken. We moeten juist mensen stimuleren om meer te gaan werken. En dat is niet alleen ook de demper op ambitie zijn de toeslagen aan de ene kant, maar ook de uitkeringen aan de andere kant. Iemand met een visuele beperking wil heel graag 8 uur per dag werken. Alleen kan niet meer dan 4 uur per dag werken, want dan verliest ze het recht op de uitkering. Mocht het mislopen. Ja, we moeten er vanaf. Nu staan al die verkiezingsprogramma's, hebben we de meeste doorgespit, weer vol met allerlei goede ideeën, tenminste goed bedoelde ideeën in ieder geval, om die hier vanaf te komen. D66 wil een basisinkomen per maand voor volwassenen. Volt wil dat ook. De BBB zegt eerste 30.000 euro geen belasting betalen, maar dan ook geen toeslagen. Is het wel gewoon te doen? Denk jij dat er een systeem is te ontwikkelen op basis van dit soort dingen waar je ook natuurlijk nog een keer een politieke meerderheid voor kan krijgen? Het enige wat je moet hebben als politieke partij is het lef om het te doen. En natuurlijk zullen mensen, zal er een groep. Ja, ik reken zo moeilijk ook is het dus niet blijkbaar. Nee, ik reken het ook wel eens uit. Hè? Als je bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met 3 kinderen op de middelbare school. Er is geen enkele reden voor haar om niet te gaan werken. Alleen als je alleen al de toeslagen berekent en het alleenstaande ouder en alles wat ze ervoor krijgt, krijgt ze 40.000 euro op haar bankrekening per jaar. Dat is gewoon een modaal salaris, maar dan netto. Ja. En dan heeft ze de keuze, zal ik gaan werken of zal ik niet? Ja. Maar ik kwam ook nog, als het gaat over waar we ons zelf ingewerkt hebben, ik kwam nog een paar voorbeelden ook tegen van NOS Journaal had van de week een reportage hierover. Ik citeer het Sociaal Cultureel Planbureau. Als jij 3 kinderen hebt in je gezin, dan ben je, als je minder dan 3100 euro netto te besteden hebt, ben je arm. Mm-hmm. Het netto modale salaris, maandsalaris in Nederland, is 3000 euro. Ja. Dus weet je, het is heel. Zijn er dan zoveel mensen arm? Of hebben we het onszelf helemaal onmogelijk gemaakt? We hebben gewoon een soort boom opgetuigd die gewoon. We moeten die hele kerstboom, in plaats van dat we steeds weer meer ballen en slingers in die kerstboom hangen, moeten die kerstboom kappen en gewoon een nieuwe bouwen. Dat zou toch een geweldige uitdaging zijn voor een nieuw kabinet? Ja, vind ik ook. En ik vind ook echt dat we dit moeten doen. Want u heeft gelijk, er wordt al heel lang over gesproken. De problemen worden er echt niet minder op. In al die tijd bouwen we die kerstboom uit. Kan je ook uitleggen op dat moment? Waarom doe je dat? Omdat je zo gericht mogelijk wil helpen. Nou, daar zijn die toeslagen dan ook wel handig voor. Maar uiteindelijk zou ik echt iedereen wensen en onszelf als land dat we dit, dat we dit anders doen. Maar ik durf er een hele mooie fles wijn op te zetten dat bij de volgende formatiebespreking er geen kerstboom gekapt gaat worden, maar dat er allemaal balletjes komen en dan hier weer een balletje hangen en dan zetten we daar weer een piek op en dan kijk mij aan, want u weet dat het zo werkt. Helaas. Nou ja, kijk, ik vind niet dat je dit probleem opzij kunt schuiven of kunt zeggen, nou, dan praat ik er mooie woorden over, maar dan doe ik niks. Dus ik zal daar wel, als ik aan die tafel zou zitten,
met deze intentie, dat dat tijd gaat kosten, dat het niet makkelijk is, dat dan ook mensen bijvoorbeeld bepaalde toeslagen kwijtraken die ze misschien niet nodig hadden als we het hier er zo over hebben, maar echt gaan merken en dan dat dat heftig gaat worden. Dat zijn allemaal zaken waar je dan volgens rekening mee moet houden en op een goede manier moet gaan afbouwen. En als ik me niet vergis, schreef mevrouw van Gaal ook bij de column waar dat ging over, nou, misschien moet je als je meer gaat werken een bonus erop. Dan moet je ook kijken hoe dat gaat als je mensen hebt die verschillende uren werken in een week en dergelijke. Maar dat het goed zou zijn dat dat eens doorgerekend zou worden. Maar ook, wat zijn nou de verschillende scenario's? Hoe kan je dat echt vormgeven? Wat betekent het dan? Ik hoop wel dat dat aan die tafel terugkomt. Maar eerst te kiezen. Volgens mij heeft u nog wel een paar A4'tjes liggen, toch? Zo ingewikkeld. Ja, die zijn nog gewoon even uit te leggen hoe dat dan zou kunnen. Meer dan welkom. Laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Dank voor nu. Blijf erbij, want we gaan het nog hebben over alle andere dingen.